Moslims die op dinsdag 20 juli vee willen slachten, kunnen dispensatie aanvragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Op Eid al-Adha, oftewel het offerfeest, welke dit jaar op 20 juli wordt gevierd, geldt er een totale lockdown. De regering kondigde eerder aan dat op elke feestdag in het land een totale lockdown zal gelden. Minister Brontosum Mahardjo van Binnenlandse Zaken zegt dat dit moet helpen om een piek in de coronacrisis te voorkomen. Ik wil niet horen dat na de dag van Eid al-Adha er weer een spike is in de coronabesmettingen. Eid al-Adha is een feest voor offeren. Het is eigenlijk het enige feest waarin het volk investeert in het volk. U kunt u zich voorstellen, als een stier 20.000 SED kost en er worden 1.000 stieren verkocht, wordt er weer 20 miljoen in de economie gezet. En het vlees wat wordt geslacht is niet alleen voor de moslims, is niet alleen voor de christenen, niet alleen voor de hindoes of voor de winti-beleiders of voor wie dan ook, is voor iedereen. Dus wij zijn blij, we hebben besloten dat degenen die hun rituele handelingen willen verplichten, dispensatie kunnen vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. En wij gaan het vlees huis aan huis verdelen voor de behoeftigen. Dus ik ben blij met de beslissing. Kijk, er is een besluit genomen een aantal maanden geleden dat op nationale feestdagen er een totale lockdown geldt. En dat besluit wordt gehandhaafd. En daar ben ik persoonlijk heel erg tevreden mee. Somahardjo zegt dat behalve bij het abattoir er ook bij de moskeeën geslacht mag worden dit jaar. Dit zal het proces om het vlees huis aan huis te verdelen vergemakkelijken. De moskeeën moeten toestemming krijgen van de DC's en ik ga ervan uit dat de DC's hun medewerking gaan verlenen. De moskeeën moeten zorgen voor een keurmeester of een vervanging van een keurmeester. Dus er zijn verschillende protocollen waar ze zich aan moeten houden, maar ik ga ervan uit dat er aan die protocollen gehouden wordt. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om onze samenleving te beschermen. We verzoeken en we vragen het volk om niet vlees te gaan halen bij de moskeeën. De moskeeën gaan er zelf voor zorgen om het vlees te verdelen huis aan huis voor degenen die het nodig hebben. We moeten ons echt aan de regels houden. Kijk, u ziet het zelf, de Delta variant is op komst. Het pakt de hele wereld weer. Nederland draait hun versoepelingen terug. Engeland draait hun versoepelingen terug. Ik ben blij dat er is bewezen dat wanneer je de AstraZeneca prik hebt genomen, er 92% minder kans is om in het hospitaal te belanden. Dus ook bij deze doe ik weer de oproep aan Pietje, aan iedereen. Hou je aan die regels. Als je terug wilt naar het nieuwe normaal, ga je vaccineren. Vooral nu, die Delta variant gaat hier komen. Je gaat het niet tegen kunnen houden. Zorg ervoor dat je bent geprikt. En wat betreft de behoeftigen, laten ze opgeven. De moskeeën, we doen dit al honderden jaren. Eid al-Adha, hebben al een beeld wie behoeftig is. En wij gaan proberen om iedereen te voorzien. Vooral in deze moeilijke tijden. Waar het soms moeilijk is om vlees te kopen, snappen wij dat iedereen een pondje rund wil. En wij gaan ons uiterste best doen om aan die behoefte te voorzien. Minister Brontosum Mahardjo van Binnenlandse Zaken.